Israël Nieuws via WhatsApp. Meld je nu aan via cvi.nl WhatsApp. Een hele goede middag. Fijn dat u de moeite hebt genomen... om naar het Israël te komen vanmiddag... Om Samen na te denken over de vraag waarom het voor Joodse mensen zo moeilijk is om in Jezus te geloven. Dat is een vraag die ons allemaal van tijd tot tijd bezighoudt. En uh, de reden dat ik, dat, uh, dat ik deze lezing doe en ook het boekje wat erbij hoort heb geschreven, is omdat ik uh, tijdens lezingen over Israël, maar ook tijdens preken in kerkdiensten over Israël, toch vaak van mensen merk dat, uh, dat mensen dat moeilijk vinden. Dat Joden niet geloven in Jezus de Messias. En die moeite hebben we denk ik allemaal wel. Misschien in meer of mindere mate. Of moet ik het anders zeggen. Een iets wat ongemakkelijk gevoel. We hebben we daar misschien allemaal wel bij. Aan de ene kant begrijpen we het. Aan de andere kant hoor ik ook wel eens mensen die zeggen. Ja maar het staat er toch zo duidelijk. He? Een je geleden. Na een lezing in het land. Dat iemand tegen mij zei. Maar nou jullie allemaal met jullie Israël. De Joden moeten eerst maar eens in Jezus gaan geloven. We weten het toch al duizend jaar. Het staat er toch zo eenvoudig. Ja, je zou haast zeggen, het staat er toch, Jezaaie 53, de leidende knecht des Heeren om, om onze zonden is hij te slagen, enzovoort, enzovoort. Je zou zeggen, het is zo overduidelijk. En toch is bij veel Joodse mensen Jezus een struikelblok en een moeilijk iets. En de vraag is dus waarom. Ik ga niet het perfecte antwoord geven op die vraag, want ten diepste is het een mysterie. Dat zegt ook de Bijbel, daar kom ik straks nog op terug, in Romeinen 11. Ten diepste is het een mysterie. Ten tweede geloven wij ook allemaal als christenen, als protestanten en als uh, evangelische christenen, geloven ook allemaal dat het geloof een gave van de geest is. Dus niet dat wij zulke geweldige gelovige mensen zijn, of dat wij zo trouw zijn naar de kerk te gaan in de zondag, maar ook ons is het gegeven en is het genade dat wij hem mogen leren kennen. Dat geldt ook voor Joden. Maar goed, om die vraag, om daar iets mee te doen, wat ik dus heb geprobeerd te doen is, in dat boekje en ook vanmiddag, proberen begrip tot stand te brengen bij christenen voor het niet kunnen geloven in Jezus bij Joden. Ik ga niks goed praten, ik ga niks tegenspreken, ik ga ook niet iets beargumenteren of um, noem maar op. Ik ga dus niet een perfect afgewerkt verhaal leveren... waardoor alle vragen zijn beantwoord. Ik probeer iets van begrip tot stand te brengen. Want het is niet bepaald eenvoudig. En dan moet je ook nog een verschil maken... tussen Joden in de tijd van de apostelen... toen Paulus en Barnabas en Petrus en Silas Israël uittrokken... en naar Antiochieën gingen... en naar Azië, wat wij Turkije noemen... en naar Griekenland en naar Rome gingen het evangelie verkondigen, dan ging dan gingen ze altijd eerst naar de joden en daarna naar de heidenen. En er moet onderscheid maken tussen de joden in de middeleeuwen, die weer in een heel andere omstandigheden zaten, en joden vandaag de dag. Dat is ook nog een heel verschil. Nou, als we kijken naar de, het Nieuwe Testament. Jezus is naar de hemel gegaan, na zijn opstanding, en de apostelen zijn de wereld ingestuurd om het evangelie te verkondigen. En dan zien we dat die eerste gemeente rond Jeruzalem volledig uit Joden bestond. Denk aan de vrouwen, denk aan de apostelen, die tot aan de Pinksterdag hebben gebeden. Dan krijg je de Pinksterdag dat 3000 Joden in Jeruzalem, die daar vanwege het wekenfeest waren, tot bekering kwamen, tot geloof in Jezus kwamen, moet ik zeggen. Dat zij zagen op die Pinksterdag dat Jezus de Messias was. 3000 man, die eerste gemeente bestond volledig uit Joden. Die kwamen bij elkaar op de Sabbat en die leefden Joods en dat bleven ze gewoon doen, maar Jezus was voor hun de Messias. Zij, zij, zij kennen dat. Wat gebeurt er? Sinds Cornelius gedoopt werd en zijn huis tot bekering kwam, en ook in Antiochië <coughs> heidenen de Heilige Geest kregen, toen ontstond er in die gemeente verwarring. In plaats van dat die Joden, die Joden-Christenen, zou ik ze zo kunnen zeggen. of die Messiaanse Joden, die inmiddels een paar duizend man groot waren. in plaats van dat die blij waren dat ook niet-Joden tot geloof kwamen, kwam er onrust en verwarring. Zo lezen we bijvoorbeeld in handelingen, 15, in handelingen 13. dan staat er. Ik lees daarvoor. Als u. dan staat er. Eh, en enigen die uit Judea gekomen waren, leren de broeders: Als u niet besneden wordt en volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, bepaalden ze dat Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hen in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en oudelingen in Jeruzalem zouden gaan. Dus, met andere woorden. Wij, hebben, wij kunnen allemaal zo heel makkelijk praten hè, over de kerk. Die bestaat uit heidenchristenen en heb je ook joden die geloven in Jezus. En je hebt joden die niet geloven in Jezus. Maar in de begintijd van de kerk, van de gemeente, dacht men dat die hele beweging rond Messias Jezus een intern joodse aangelegenheid was. En schrokken ze, er kwam er geschil, er kwam conflict. Wat moeten we nou met die heidenen die ook gaan geloven? En dus is er een vergadering belegd in Handelingen 15 in Jeruzalem. En daar komt de leiding van de jonge vroege gemeente bijeen. En in die vergadering werd gesproken over de vraag, wat moeten we doen met heidenen die tot geloof komen, die de Heilige Geest ontvangen? Moeten zij eigenlijk Joods worden? Want Jezus is de Joodse Messias. En dus moeten de mannen zich laten besnijden en moeten ze de wet van Mozes houden en moeten ze kosher eten enzovoort? Of gaat de groep rond Jezus zich splitsen in twee lijnen: de Joodse en de niet-Joodse lijn? Nou, voor ons is de allemaal gesneden Koek, wij zijn er in grootgebracht op catechese en in de kerk. Wij zijn er na 2000 jaar kerkgeschiedenis, weten we het wel? Tussen aanhalingstekens. Maar in die vroege tijd was dit een groot probleem. En dan komt er het, de vergadering, die helemaal in Handelingen 15 wordt besproken, en dan besluit de vergadering met de volgende woorden: Daarom ben ik van oordeel dat men het hun, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen... die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Want Mozes heet van oude tijden af en in elke stad mensen die hem prediken... want hij wordt elke Sabbat in de synagogen voorgelezen. Met andere woorden, je krijgt een tweedeling. Ze kiezen voor de lijn dat de heidenchristenen christenen niet joods hoeven te worden... Zij ontvangen de genade door Jezus Christus, door het geloof, maar ze hoeven niet joods te worden. Dus de gemeente splitst zich in twee lijnen. En zo is het besloten, en zo is het vastgelegd, en de notulen van de vergadering staan in Handelingen 15. Dat is dat is voor ons allemaal gesneeuwde koek, maar het is voor die mensen uiterst ingrijpend. En er zullen er, dat lezen we dus bij alle discussies die we in de brieven van Paulus lezen. Maar dan gaat het elke keer over de wet en over de besnijdenis en zo. Allemaal discussies die wij niet meer begrijpen omdat het een andere tijd is. Maar heel veel gelovige Joden konden zich er niet bij neerleggen. En de discussies bleven. Want vond men: hoe kun je nou in die vroege gemeente, in die gemeente rond de messias, hoe kun je nou de wet afschaffen? De wet is toch heilig en goed? En Jezus als Messias leefde ook volgens de wet. Hij eerbiedigde de wet. De wet is heilig en goed, zei Jezus. Dus bleef er onrust. Er kon, en heb ik het over dus Joden die in Jezus geloven binnen die gemeente, zij konden zich, een aantal konden zich het niet meer neerleggen, dat die wet zomaar is afgeschaft. Dat je dus kan geloven in God... Dat je kan geloven in de Messias, dat je de Heilige Geest hebt ontvangen, dat je leeft binnen de gemeente van Christus en dat je de wet hornacineer legt. Dat konden velen erg moeilijk verteren. En dan heb ik het nog over de messiaanse Joden, hè, want al die discussies in de Gelatenbrief en in de Korintebrieven en in de Efezebrieven en in Hebreeën, dat zijn allemaal nog discussies die zich afspelen binnen de gemeente van Christus. Dus wij moeten begrip hebben dat dit een lastig punt is. Maar nu gaan we het dus hebben over Joden die niet in Jezus geloven. Want Paulus en Silas en Barnabas, die gingen eerst naar de, in overal, in Antiochieën, in Efeze, in Galatië, in Berea, in Filippi, waar ze ook kwamen, in handelingen, eerst gingen ze naar de synagogen, En dan lezen we altijd, en sommigen aanvaarden hun boodschap, maar anderen niet. En dan gingen ze vervolgens naar de heidenen en die massaal gingen geloven. Je ziet dus al in de vroege tijd dat in die synagogen er sommigen geloofden in Jezus en een groot deel niet. Waarom konden die mensen nou niet in Jezus geloven? Een van de belangrijkere redenen is dat zij... Niet konden geloven in een Messias die aan zijn volgelingen de wet afschaft. Daar konden ze voor hem niet in. Want de wet is heilig. Toen Mozes de stenen tafelen kreeg, om aan het volk, en het volk onder de berg Sinaï, de berg Horeb, wachtte en Mozes de berg op was. Dan lezen we in Exodus dat er het gepaard ging met donder en bliksem, zware wolken, vuur en rook en geluid van een bazuin en beving van de hele berg. Het was de heiligheid van God die naderde. En wat kwam die God doen? Die kwam de Torah brengen, de wet, de inzettingen voor het volk. En het volk kreeg de opdracht mee dat het naastig het woord en de inzettingen van de Heeren moest onderhouden. En als ze dat niet zouden doen, dan zou hij hen straffen en dan zouden ze het land niet inkomen. En als ze het wel zouden doen, zou het hun goed gaan. Deuteronomium de 28, daar staat: ik kan natuurlijk heel veel teksten kiezen, ik kies er één. En het zal gebeuren: Als u de stem van de Heer, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen. Dat de Heer uw God u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken wanneer u de stem van de Heer uw God gehoorzaam bent. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal de vrucht van uw schoot zijn, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Gezegend zal zijn uw korf en uw bakdrog. Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan. Dat is de heilige wet. En er is er een gemeente rondom de Messias die de Torah volledig vervuld heeft. En dan komen er mensen die zeggen, ja, maar dat hoeft niet. De nieuwgelovige heidenen, het was overigens voor de joden al heel vreemd... ...dat heidenen zomaar konden toestromen en volk van God konden worden... En dan hoeven ze ook nog niet de wet. Dus met hun carbonaatjes van varkensvlees, de sabbat ontheiligen enzovoort. En dan volk van God genoemd worden. Dat was voor veel Joden toch echt een brug te dat kan toch echt niet de Messias zijn. Bent u het te komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? Veel Joden zeiden tegen Paulus en Silas en Barnabas. Adieu met je verhaal, maar daar geloven wij dus niet in. Wij hebben een ander te verwachten. Het kan niet zo zijn dat in die gemeente waar we samenkomen bij elkaar. dat daar mensen gewoon de wet met voeten treden. Dat was godslastering voor hun gevoel, blasfemisch. Nog een tekst, Psalm 119. De langste psalm in de Bijbel. Daar wordt de wet niet gezien als een kil stelsel van regels. Wij zeggen wel eens van ja, de Joden hebben de wet, hoor je wel eens mensen zeggen. Die moeten alles, van alles mogen ze niet. En die moeten van alles. Maar wij hebben de liefde en de genade en de vrijheid. Het is ook een verkeerde tegenstelling. Want die wet is niet kil en zakelijk en hard. Want die wet is goed. Denk aan Psalm 119. één grote lofzang op de pracht van de wet van de Heer. Ik noem een stukje uit Psalm 119. In de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Ik overdenk uw bevelen en heb oog voor uw paden. Ik verblijd mij in uw verordeningen. Uw woord vergeet ik niet. Ik verblijd mij in uw geboden die ik lief heb. Ik hef mijn handen op naar uw geboden die ik lief heb en overdenk uw verordeningen. Dat is mij tot troost in mijn ellende, dat uw belofte mij levend heeft gemaakt. De hoogmoedigen hebben mij ten zeerste bespot. Doch, toch, ik ben van uw wet niet afgeweken. Dat is een psalm. En dan komen, komen die, 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 die apostelen in de synagogen en die zeggen van, Jezus is de Messias en hij is voor alle mensen van de wereld en alle heidenen mogen toestromen tot de gemeente en ze hoeven de Torah, de wet niet meer te houden. En dan denkt zo'n Jood, wacht even. Toch ben ik van uw wet niet afgewogen, gewoken, afgeweken. De hoogmoedigen hebben mij ten zeerste bespot. Voel je dat het een worsteling is geweest voor de Joden om, om dat verhaal over Jezus te geloven? En voel je dat sommigen geloofden dat Paulus al die teksten uit het Oude Testament opzonde en dat het voor hen best wel overtuigend was, hè? Psalm 2, Isaiah 53. Maar dat het voor heel veel mensen... Doch een brug te ver was om in de Jezus te geloven, die ze ook nog niet eens gezien hebben. Want Jezus is opgestaan en in die veertig dagen tussen opstanding en hemelvaart is Hij aan 500 mensen verschenen. Op een bevolking van Israël, die naar alle verwachting toch ergens tussen de 1 en de 2 miljoen mensen moet hebben gelegen, is Hij slechts aan 500 man verschenen. Dat is, het, dat is de gemiddelde. Uh, zitplaatsen in een kerk. 500 man, dat is toch eigenlijk heel weinig. En die mensen in Klein-Azië en in, in Griekenland en in Rome, al die Joodse mensen, die moesten het maar voorwaar aannemen dat iemand de messias is die helemaal niet meer in hun midden is, die aan een kruis gestorven is. Voel je wel dat dat een lastige is? En dat als wij een vrome Jood zouden zijn in die tijd, dat het maar de vraag is. Of wij wel in Jezus zouden hebben geloofd. Of dat wij hadden gezegd: Ga mijn deur maar voorbij, maar ik houd me netjes aan de opdrachten. die de Heere God mij heeft gegeven, die ik van mijn ouders heb geleerd. Maar dus daar ligt, zonder het allemaal goed te praten, maar daar ligt wel een begrijpelijk punt. Volgende: Er was nog een tweede probleem voor de Joodse mensen van toen. Namelijk. De vrede en het koninkrijk zijn helemaal niet gekomen met de Messias. Terwijl alle teksten in de Bijbel over de komst van de vredevorst... de komst van de Messias, de komst van de koning... de komst van de zoon van David, de komst van de herder... allemaal gepaard gaan met de komst van het vrederijk. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord is heren uit Jeruzalem... Hij zal oordelen tussen de heidevolken. En ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen het andere volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Dat is de messias. Dat is het vrederijk. Als de messias komt. En hij de vijand van Israël zal verslaan. En de vrede zal komen die zich uitstrekt tot de einde der aarde. En de Joden die Paulus op bezoek kregen. Die dachten bij zichzelf: Jezus, ik zie die vrede niet. Ik zie dat koninkrijk niet. We zijn nog steeds bezet door de Romeinen en ze overheersen ons gruwelijk en vreed. Er is niks veranderd. Waar is dan dat vrederijk van die Messias? Nog een tekst: Isaiah 11. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stroom van Isaïe en een lood uit zijn wortels zal vrucht voorbrengen. Op hem zal de geest van de heren rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vrezen des heren. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid, de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen, maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want de gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om zijn midden. Een wolf zal bij het lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerleggen, een kalf, een jonge leeuw en een gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerleggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Nergens zal men kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dat is de Messias. Het twijgje uit de wortel van Isaïe, en hij brengt vrede. Zie je zo'n tekst? En dan komt daar zo'n Paulus, komt daar dan vertellen dat Jezus, die gestorven is aan de kruis en opgestaan en opgevaren naar de hemel, dat hij de Messias is, dat hij de vredevorst is en dat we in hem moeten geloven. En dan zegt zo Joost, man of vrouw, maar ik zie dat niet, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Here. Nou, ik woon in Efeze of ik woon in Milete of ik woon in Pergamum, of ik woon in Thyatira. En om me heen allemaal tempels van alle goden en godinnen van de Grieken en de Romeinen. En dan zelfs zo'n Joods iemand zeggen, joh, ga mijn deur voorbij, maar ik geloof jou niet. Ik geloof jou niet. Dit klopt niet met mijn Bijbel. En dan is zo'n Jood aan het twijfelen en dan zegt hij, ja. Nee, dat klinkt een aardige man, die Paulus. En hij heeft best wel wat overtuigende teksten, maar dit, dit, dit is hem niet. Dit is hem niet. Dit is de zoveelste, hè? zoveelste valse messias. Er waren er heel wat geweest. Voel je aan, ik bedoel ik, hier niet nou een beetje onbijbelse onwaarheid over Jezus te verkondigen, maar voel u, hè, ik hoop dat u voelt de moeite die de mensen hadden. En dat wij wel eens te gemakkelijk dat veroordelen. Van, ah, die joden geloven niet in Jezus. Nog een tekst. Ezekiel die zegt: 34. Ik zal over hen één herder doen opstaan. En die zal ze wijden. Mijn knecht David. Hij zal ze wijden. En hij zal één herder voor ze zijn. En ik, de Heer, zal hun God voor ze zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik heb gesproken. Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten. En dan mogen ze onbezorgd in het land wonen. En dan zullen ze weten dat ik de Heer ben... wanneer ik de stangen van hun juk breek... en red uit de hand van hen die zich door hen lieten dienen. En ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidevolken. Nou, ook zo'n tekst. Dit is de zoon van David de Messias, Jezus. En hij zal komen. En ze mogen veilig wonen in het land. Nou, ze woonden veilig in het land... Je werden bruut onderdrukt door Herodes. En als je even iets gedaan had, werd je gewoon gekruisigd. En er was niks veranderd. Voel u? Dat is een moeite, hè? Dat is een lastige. Sommigen geloofden, sommigen niet. Velen niet. Die vonden dat het niet kon. En. Nou. Moeten wij ons realiseren, wij leven nu 2018, 2000 jaar later. We hebben 2000 jaar kerkelijke theologie gehad. Wij hebben jaar in jaar uit geleerd van onze dominees en voorgangers dat je de teksten uit elkaar moet houden. Dat je de teksten over de leidende Messias moet zien in die tijd. En dat je dan vervolgens de zending krijgt van de kerken wereldwijd. En dat je dan de teksten over het vrederijk en de vrede, dat je die veel later moet zien dat je ze dus uit elkaar moet halen. Dat hebben wij geleerd. Wij kunnen precies, als we de teksten lezen, zien welke tekst hoort bij toen bij het lijden van Jezus en welke tekst hoort bij zijn wederkomst, wat wij de wederkomst noemen. Dat hebben wij geleerd. Maar zo makkelijk was dat toch niet te lezen in die tijd. Dat was toch niet zo makkelijk, want de, vrede, de komst van de Messias en de vrede die hij zal aanbrengen staan allemaal in die teksten bij elkaar. Dat is niet uit elkaar gehad, het staat bij elkaar. Dus zo makkelijk was het voor een Joods mens niet. Er komt nog een punt bij. Als Jezus na zijn opstanding uitlegt aan zijn apostelen, zijn discipelen, de komst van het koninkrijk, dan zegt Jezus in Lukas 24. Dan staat er: Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. En dan staat er: Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Zie dat? Hun verstand werd geopend. Met andere woorden. Als Jezus na de opstanding hun verstand niet had geopend, hadden zij de schriften op deze manier niet begrepen en hadden zij uiteindelijk Jezus toch niet geloofd. Het was dus blijkbaar nodig dat Jezus, dat de Heilige Geest je verstand opent, zodat jij die boodschap in zijn totaliteit kunt bevatten. Want het Nieuwe Testament hadden ze nog niet. Ze hadden alleen het Oude Testament. Met andere woorden, om in Jezus te kunnen geloven als Jood, heb jij het dus nodig dat je verstand door Hem geopend wordt. En bij velen is dat niet gebeurd. Een andere tekst, handelingen 1, daar staat: dat is het gedeelte nog voor, voor de, de Pinksterdag, daar staat er: Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had. Ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Met andere woorden, Jezus heeft veertig dagen lang met zijn vertrouwelingen uitvoerig gesproken over het koninkrijk. En als Jezus dan op de olijfberg staat om naar de hemel te gaan, dan vragen ze aan hem: Heer: herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Met andere woorden, zij dachten: Misschien gaat het nu gebeuren. Dus na die veertig dagen lang uitleg, hadden ze nog niet goed door dat er nog misschien wel tweeduizend of langer tussen zou zitten: tussen het lijden en tussen de definitieve vervulling van het koninkrijk. Met andere woorden. Het zou toch nog langer gaan duren dan zij hadden gedacht. De zending moest de wereld in. Wij weten het allemaal zo mooi te vertellen. Maar voor die tijd was het voor die mensen best wel moeilijk. Je gestand moest geopend worden door Jezus zelf. En dat klopt ook wel, want als Paulus dan later in Romeinen 16, dan staat er dat Paulus schrijft. Hem nu die in staat is u vast te doen staan over de komstig mijn evangelie en de prediking van Christus. Over de de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen perswegen was. Met andere woorden, het complete verhaal over Jezus. Waar wij allemaal ja en amen op zeggen, was voor de mensen van die tijd verborgen. Het stond wel in de schriften, alle teksten staan in het Oude Testament. En toch... Om de samenhang te zien, om de lijn te zien, om de loop ervan te zien, moet je dus je verstand geopend worden, want het was verborgen. Dat betekent dat als Paulus en de andere apostelen de Joden bezochten, dat door de Heilige Geest slechts aan sommigen het gegeven was dat hun verstand geopend werd, en bij de meerdere bleef het verstand gesloten. En konden ze Jezus niet aanvaarden en hielden zij vast aan wat hen van thuis uit is geleerd? Vraag me niet waarom God het zo heeft gedaan. Ik ga niet over zijn agenda. Maar probeer een beetje begrip te kweken voor Joodse mensen die dat moeilijk konden aanvaarden. Nou, en dan vervolgens. Even kijken of we hier een glaasje water hebben. Anders kijk ik even heel aardig naar Flip achterin. Flip, als jij voor mij een glaasje water hebt, heel graag. Um, dan gaan we een andere fase in. Want nu is het nog bijbelstheologisch. Maar nu gaan we een andere fase in. Namelijk, de kerk ging zich in de tweede eeuw en beëind eerste eeuw... ...ging zich steeds meer anti-Joden opstellen. Want... De vroege kerk kon niet goed accepteren dat hier bij Joden een moeite, een moeilijkheid lag. Zij konden niet accepteren dat er een geheimenis van de bedekking is. Zij zagen dat de Joden alleen maar eigenwijs waren en hardnekkig. En dat ze ongelovig waren, dat ze Jezus niet wilden aanvaarden. De kerk, de vroege kerk, verweet het de Joden. En dat onbegrip voor de Joden groeide. En er kwam spanning tussen Joden en heidenchristenen. En die spanning nam toe. Totdat het jaar 70 kwam en de Romeinen Jeruzalem en de Tempel hebben verwoest. En honderdduizenden Joden zijn afgeslacht, verkocht als slaven. En veel Joden zijn gevlucht naar het oosten, naar India, naar het noorden, naar Oekraïne en Rusland. Naar het zuiden, Arabië en Afrika. Naar het westen, naar Europa. Joden vluchten, de diaspora. Een dramatische, dramatisch gebeuren voor het Joodse volk. En wat zeiden die vroege christenen, die dat in 70 en 71 en 72 en 73 te horen kregen in Kleinazie en in, in, in Rome. Wat zeiden de Joden? Zie je wel, God heeft de Joden vervloekt. Hij heeft ze voor eeuwig gestraft omdat ze niet in Jezus konden geloven. En als teken daarvan heeft hij de tempel verwoest. Met andere woorden, de wet waar de tempel voor staat is afgeschaft. God heeft zijn Joodse volk voor eeuwig verdoemd. En wij als gemeente zijn het nieuwe Israël geworden. Om een voorbeeld te geven, ik ga er niet heel veel over zeggen. Maar een kerkvader uit 140 na Christus. Justinus Martyr, een kerkvader van de tweede generatie christenen, want hij is in 100 na Christus geboren. En Justinus zegt, het jodendom is afgedaan en de christelijke kerk is het ware Israël geworden. Met het doden van de ware gerechtigheid hebben jullie het hoogtepunt van jullie verdorvenheid bereikt. Kijk, dat is lekker. Dank je wel. Met andere woorden, de Joden waren verdorven, Joden waren vervloekt en de kerk is het nieuwe Israël geworden. Dat is dus al heel oud. En die gedachte van Justinus en ook later van Chrysostomus en anderen werd de basis van de christelijke theologie. En of je nou katholiek bent, of je bent protestants, of je bent evangelisch, we hoeven elkaar niet de vinger te wijzen, want we hebben het allemaal met elkaar gemeen. Dit is de basisteologie geworden voor de christelijke kerk in de wereld. De joden zijn afgedaan, verbond is voorbij, wij zijn het ware volk. Teksten worden vergeestelijkt en spiritueel toegepast op de kerk of op de hemel. En de beloften aan Israël zijn voor ons en de vervloekingen zijn voor hen. En dat is dus voortgegaan en dat die gedachte heeft zich uiteindelijk gewoon uitgebreid. En zodat dus ook in 325 na Christus werd het paasfeest losgekoppeld van Pesach. Er kwam een andere telling voor de start van het Pesach. Want, zei mij in het Concilie in 325, want, zei mij, zei we, zeiden zij, wij willen niets meer gemeen hebben met het vijandelijke volk van de Joden. Met andere woorden, ook geestelijk werd het woord van God losgekoppeld van het Joodse volk. En dus gaf 40 jaar later in 388 de bischop van Edessa opdracht om een synagoge in Kalinicum Calin in brand te steken als een teken van de verachting van de Joden en van de Jodendom als een valse afgodsdienst. Het Jodendom werd gezien als een afgodsdienst. Dan voel je wel aan als je dus in 300 400 500 na Christus als je een Jood bent en je ziet wat die christenen zeggen en wat die christenen doen en je bent dus een afgodische dienst dan snapt u toch wel dat je dan toch niet meer die Jezus van die christenen als jouw messias kan zien want jouw messias is een onderdeel van het Jodendom want de messias in de vele teksten in de Bijbel. is de beloofde Messias voor het Joodse volk. Jeremia 31. Ik zal een nieuw verbond sluiten. met het volk van Juda en van Israël. Dus die Messias. die dat nieuwe verbond komt sluiten. is een belofte uit het Oude Testament. is een belofte uit het Jodendom. Het Jodendom ontvangt de Messias. Nou, als jouw Jodendom. nou een valse afgodendienst is. ja dan kan je toch niet meer geloven dat die Jezus, die Messias, jouw godsdienst een afgodische godsdienst noemt en dat hij de Messias is. Dus laten we heel eerlijk zijn, dat het voor Joden in die tijd absoluut onmogelijk was om in Jezus te geloven. Tenzij de Heilige Geest, wij hebben geen zeggenschap over de Heilige Geest, tenzij de Heilige Geest jouw hart vervult. En jouw ogen en jouw verstand opent, ja, dan kun je het geloven. Maar op grond van de redeneringen en van gesprekken met christenen kon je dat toch nauwelijks meer geloven. Vervolgens kregen joden van alles de schuld. Joden werden beschuldigd van het vermoorden van Jezus. Ze werden de godsmoordenaars genoemd. En. Op vrijdagavond, na de Goede Vrijdagdienst, werden vaak Joodse huizen binnengedrongen en geplunderd door het kerkvolk, want zij waren de godsmoordenaars. Het was in, um, in de stad Toulouse in Zuid-Frankrijk, om maar een voorbeeld te noemen, en ook in Bordeaux, was het de gewoonte, als vrijdagavond de kerkdienst voorbij was, de Joodse wijk binnen te gaan, Joden te nemen, Mee te nemen en op het kerkplein voor de kerk publiekelijk in het gezicht te slaan, als een teken van vernedering, omdat zij Jezus hadden geweigerd te aanvaarden. Met de kruistochten werden door de kruisridders op weg naar Israël, werden langs de Duitse rivieren hele Joodse gemeenschappen levend verbrand. Dat snap je toch wel dat het eigenlijk voor Joden steeds moeilijker werd. Die westerse Jezus, die christelijke Jezus, dat is toch niet onze Messias, die de wet vervult en ons de vrede aanbrengt en ons doet veilig wonen in het land en de vrede wereldwijd brengt. Nou, daar kan ik nog een heel verhaal op hangen, dat zal ik allemaal niet doen. Over van alles wat er gebeurt is dus in de geschiedenis van de kerk, He, dat we ook Joden gedwongen hebben, ook een hele fase is dat geweest, he, dat, dat vooral in Spanje en in Portugal en in Frankrijk Joden uit huis werden gesleurd, de kerk in werden gesleurd en gedwongen werden gedoopt. He, hoe, hoe verzin je het? Hoe verzin je het? Um, eh, Johannes Pfefferkorn, een theoloog in 1512, schreef dat Joden die zich toch niet meer door hun ouderdom tot het christendom zullen bekeren, als schurftige honden moesten worden betiteld. naar eenzame plaatsen moesten worden verbannen. hun kinderen moesten worden afgenomen. en gedwongen gedoopt. Er werden zelfs kloosters opgericht. waar kinderen die van Joden werden afgenomen. daar een verplichte christelijke. catechese kregen. Nou, eh, Dus ga dan maar eens Jodenzending doen. Hè, bij Joden. Dat is toch onmogelijk geworden? Dat, is toch, dat zouden wij, als wij jood waren geweest in die tijd, dan zouden wij dat toch ook absoluut hebben afgewezen. Maar dat was toch schennis tegen alles wat de schrift zegt. En nog een ander punt. Als een jood tot bekering kwam, want dat gebeurde soms, wonderlijk, maar het gebeurde wel, dan moest zo'n jood in de kerkdienst ook altijd zijn jodendom afzweren. Dus hij moest zijn vervloekte godsdienst afzweren. Daar was een formulier voor met vragen en antwoorden. En hij moest ook de Joodse levenswijze als verfoeilijk afleggen. Dus hij mocht niets meer doen wat met Jodendom te maken had. Dus de sabbat, de besnijdenis, kosher eten, de Joodse feesten, geen varkensvlees, enzovoort, enzovoort. Dat moest hij dus ook als een afgodische godsdienst afzweren. Met andere woorden, hij moest zijn identiteit afleggen. Nou, dat is veel gevraagd van de mensen. Dat is hetzelfde als dat ik in Friesland het evangelie verkondig en dat tegen een Fries zeg, ja joh, jij je in Jezus gaan geloven, maar je mag jezelf geen Fries meer noemen, Die Friese vlag moet weg, schaatsen doe je niet meer, de Elsteden doen we niet meer aan, uh, polsok springen doen we niet meer, kiwiets eieren zoeken doen we niet meer en, en een heleboel dingen nog meer niet. Dat is toch vreemd? Dat je je identiteit moet afleggen, verwerpen. als je dus in Jezus wil geloven. Nou, dat botst tegen, ik denk, tegen elke tekst uit de Bijbel. Nergens in het Oude en Nieuw Testament lezen we dat een jood zijn identiteit. en zijn eerbied voor de Schrift moet afleggen. als hij in Jezus gelooft. Dus, met andere woorden, de band tussen Jezus en het Oude Testament werd steeds meer verbroken. Dat is ook een van de redenen dat in de Reformatie weer aandacht kwam voor de Bijbel, voor de Heilige Schrift, en dat die vertaald werd, dat de mensen ook het Oude Testament weer moesten gaan lezen. Dus u voelt wel, hier ligt een heel diep probleem, een heel groot probleem, waardoor het om allerlei redenen steeds moeilijker is geworden. Dan krijg je een, weer een volgende fase. En dat is de 19e eeuw. De tijd van de verlichting. En van de vrijheid van godsdienst. En van de scheiding tussen kerk en staat. In de loop van de 19e eeuw waren steeds meer Europese landen. die alle beperkende maatregelen voor Joden hebben opgeheven. Die gelijke rechten gaven aan Joden. Want Joden hadden nooit gelijke rechten. Dat is pas in 18, bij ons in 1848. In Frankrijk wat eerder. En Joden kregen weer vrijheid. Ze mochten weer hun godsdienst beleven. En Joden waren blij. En Joden wilden met de samenleving meedoen. En ze wilden erbij horen. En je kreeg een beweging dat Joden zich lieten dopen. Omdat ze dachten: als ik me laat dopen in de kerk, dan heb ik als het ware een ticket. Om als volwaardig te worden gezien in de samenleving. En volwaardig te kunnen meedoen met de wetenschappen, met de universiteiten en met de kunst met architectuur en met, de met het nationale gevoelens, Joden wilden erbij horen. Maar mensen die zich lieten dopen, Joden, ontdekten gaandeweg dat het antisemitisme in de 19e eeuw zo gegroeid was dat ze uiteindelijk toch weer niet voor vol werden aangezien. Want was voor 19e eeuw het meest anti-Joodse denken gericht op de Joodse godsdienst. En als een Jood zich bekeerde. en zijn Jodendom afzwoor. en Christus aanvaarde. en netjes als katholiek of als protestant ging leven. dan ging het nog goed. Maar in de 19e eeuw ontstond het antisemitisme. gericht tegen de Jood als ras. tussen aanhalingstekens. Toen kwam dus de periode. dat ook een Jood die zich liet dopen. en tot geloof kwam in Jezus. Toch er nog steeds niet bij horen. Want hij bleef een Jood. De Joodse schrijver Ludwig Burne in de 19e eeuw liet zich dopen in 1813. In 1818, in 1836 was hij teleurgesteld en boos over de aanhoudende stroom antisemitische aantijgingen. Hij kreeg spijt van zijn doop en hij schreef. Ik ben nu achttien jaar geleden gedoopt en het helpt mij niet. En Heinrich Heine, de bekende dichter, schreef aan een vriend: Ik word nu gehaald door christenen en joden, omdat hij zich liet dopen. Ik heb er verspijt van dat ik me later heb laten dopen. Want het heeft er niks opgeleverd, want hij werd nog steeds aangezien als een rottige jood. He? Dus met andere woorden. Het antisemitisme nam zo toe dat de doop zelfs een Jood niet meer hielp. Nou, en dan krijgen we de 20 twintigste eeuw. Dan krijgen we dat het antisemitisme ook binnen de kerken binnenkomt. En dat ook de kerken het antisemitisme overnemen. Dan krijg je het hele verhaal van Duitsland in de jaren 30. En dat um, dus heel veel um, kerken ook meegingen mee in het denken van Hitler tegen de Joden. He, om een voorbeeld te noemen, de bekende Nieuw Testamenticus professor Kittel. is wel bekend vanwege zijn theologische woordenboek op het Nieuwe Testament. Hij wordt ook gezien als de grootste deskundige van het Nieuwe Testament in de 19e eeuw, of in de 20e eeuw. En Kittel was een nazi, hij was een aanhanger van het naziregime. En hij was een groot voorstander van antisemitisme. En ook Kittel vond dat de, het antisemitisme een Opdracht voor christenen is, want het is een opdracht antisemiet te zijn. Want de Joden zijn, hebben Jezus vermoord, ze zijn verdoemd voor eeuwig, maar ze zijn ook nog gevaarlijk voor een gezonde samenleving, voor een gezonde natuur en voor een gezonde christelijke kerk. Dus zei hij: Het is een roeping voor ieder christen om antisemiet te zijn en te strijden tegen de Joden. Nou. Dan kreeg je de protestantse kerk in Oost-Duitsland, het voormalige Oost-Duitsland, die in eind jaren 30 een krant uitgaf, een kerkblad, wat zeven jaar lang heeft bestaan. En dat kerkblad had de titel Christuskreuz und Hakenkreuz. En er kwamen artikelen in om aan te geven dat het gedachtegoed van Hitler over het antisemitisme precies paste bij de boodschap van Christus en bij de boodschap van het Nieuwe Testament. Dus een verbinding tussen het Hakenkreuz... ...en het Christuskruid. Nou, ook dan snapt u wel dat het ook in de vorige eeuw voor Joden... toch eigenlijk onmogelijk was geworden om die christelijke Jezus te zien... ...als de Messias en de Vredevorst en de Zoon van David... ...die de vrede brengt voor het Joodse volk. Nou, um, dus dan nou, nou komen we in de fase van na de Tweede Wereldoorlog... Dan is het pas jaren 70 en 80 dat de meeste christelijke kerken in Europa schoorvoetend kunnen erkennen dat ze medeschuldig zijn geweest aan de holocaust, aan de Shoah, en dat de jodenzending nog steeds overeind is gebleven, en dat het dus ook na de oorlog voor Joodse mensen nog steeds moeilijk bleef om in Jezus te geloven. En vandaar dus ook dat je steeds meer kerken hebt, christenen hebt gekregen die zeggen. Jodenzending heeft nog steeds de geur van de middeleeuwen. Jij moet je Jood zijn afleggen. Je bent er nog niet. Want je moet Jezus, je moet onze Jezus aannemen. Ja, als je Joods leeft aan de synagoog had, dan deugt er nog iets niet. Die geur, die middeleeuwse geur van gedwongen doop en bekering en afzweren van je identiteit. Die geur is blijven hangen rond zending en evangelisatie onder Joden. Vandaar dat zending onder Joden een uiterst gevoelig iets is bij Joden. Als Joden ook maar even de indruk hebben dat je niet alleen maar lief en aardig bent, maar dat je ze toch uiteindelijk Jezus wil verkondigen, dan komt de geur van de middeleeuwen naar boven. En alle Joden, wat ik nu vertel, hebben alle Joden op school geleerd. Maar dit is hun vaderlandse geschiedenis. En dan riekt de geur van Jodenzending meteen... Naar de middeleeuwse gedachtegoed: jij bent verworpen, jij bent vervloekt, jij bent niet meer het volk van God, maar je moet eerst onze Jezus aannemen. Vandaar dus ook dat zending onder Joden eigenlijk onmog, haast onmogelijk is geworden. Nou, nou leven we in de tijd van nu. En de tijd van nu is weer een nieuwe tijd, want. Nu lezen we, leven we in de tijd van het anti-Zionisme, van het anti israëlisme van het opkomen voor Palestijnen, van de boycott van de BDS-beweging. De, op de boycott van Israëlische producten, want Israël is een illegale bezetter. Als Israël een illegale bezetter is, dan betekent dat dus dat het land niet hun land is wat door de Bijbel is beloofd, maar een illegale bezetting. Daar zit dus de gedachte achter, wij zijn het ware volk van God en jullie zijn illegale bezetters, want die landbelofte die geldt helemaal niet meer. En wie zijn de grootste gangmakers achter de boycottbeweging, achter de pro-Palestijnse beweging en achter de hele gedachte om Israël te boycotten en Israël tot andere gedachten te bewegen? De sterkste drijfveren zijn de christelijke kerken. Als je gaat kijken achter organisaties. Wie zitten erachter? Organisaties als Kairos Nederland, Palestina Comité, stop de bezetting nu enzovoort enzovoort. Dan zijn het heel vaak kerkelijke diaconale verzetsgroepen die met mooie uithangborden van gerechtigheid en vrede enzovoort enzovoort eindelijk Israël in het negatief daglicht willen zetten, Israël willen neerzetten als een illegale bezetter. Een illegale bezetter betekent. Jij pikt land van een ander. En die landbelofte, dat is allemaal van vroeger. Dat is allemaal van voor de komst van Christus. Dus ook vandaag ervaren Joden strijd, tegenstand, de herhaling van middeleeuwse gedachten, maar dan in een modern jasje van de kant van de christelijke kerk. Tal van organisaties. Evangelische gemeenten in Amerika. Presbyteriaanse methodisten in Nederland, alle gemeenten. Van katholiek, van protestantse, en evangelisch. Het loopt allemaal door elkaar heen. De een is pro-Israël. De ander is zeer kritisch op Israël. En tot slot. En is, dan heb ik een heleboel dingen opgenoemd waarom het voor Joden moeilijk is om in Jezus te geloven. En dan gaan we tot slot ook nog. Naar een, nog een heel lastig punt, namelijk in de Romeinenbrief over het geheimenis van de verharding. En misschien komen we dan wel bij het, uh, het punt wat ons misschien een klein beetje duidelijk geeft. Ik zal het kort houden. Ik zal het kort houden, maar als je in Romeinen 11 leest, het hele hoofdstuk, dan zie je dat in Romeinen 11. ...op twee manieren over Israël wordt gesproken. Namelijk het eerste deel van vers 4 tot en met vers 8... ...en het tweede deel vanaf het 25e vers. En dan zegt Paulus eigenlijk in Romeinen 11... Vers, ...vanaf vers 4... Dan ...zegt Paulus, ik lees dat even voor... ...dat is best een pittig stukje hoor, Dat, dat, dat schrik je van... Uh, ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. Dan zegt Paulus te beginnen bij, een vers. bij vers 4. Dan ga ik voorlezen. Vers 4, Romeinen 11, vers 4. Dat boekje wat ik heb geschreven, 3,5 euro is, daar staan al die teksten in, nog veel meer. Daar staat, maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mezelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie. Voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uitwerken, anders is genade geen genade meer. En als het uitwerken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. Wat dan? Wat is er al zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien, oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En David zegt: Laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Punt. Als je dit leest, dat ene stukje, dan klinkt het dus: God heeft door zijn verkiezen. Niet door hun, maar door zijn verkiezing een klein deel, een kleine rest van Israël, de ogen geopend voor wie Jezus is. Maar het andere deel heeft het niet verkregen. Zij zijn verhard. Zij zullen hun rug vergoed krommen. Zij Zijt Hun zal het zijn tot een vergelding. Met andere woorden, als je dit zo leest, zeg je: Ja, goh, die kerk heb in de middeleeuwen toch wel gelijk gehad. Het Joodse volk is verloren. Het Joodse volk is verdoemd. Behalve dat kleine stukje dat Jezus heeft aanvaard. En het is door genade. Dat is het ene deel. Maar nou gaat Paulus verderop in vers 25, gaat hij ineens spreken over dat andere deel, dat verharde deel, dat grote deel, wat dus, zo klinkt het, en wat we altijd hebben geleerd door de eeuwen, wat dus verworpen is. En dan gaat Paulus zeggen, en dan zegt hij vers 25, want. Ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat: de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar, wat het Evangelie betreft, vijanden vanwege U, maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de Vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook U immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij. Nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. En hier zit het geheim: het geheim dat niet de Joden door de eeuwen heen zo hardnekkig eigenwijs zijn geweest om niet te geloven, nee, het geheim is. Jezus heeft een deel van hun het verstand geopend opdat zij de schriften begrepen. En het grootste deel heeft het niet gekregen. Waarom niet? Om wil. Zodat het Evangelie naar de heidenen zou gaan. Maar als de volheid van de heidenen vervuld is, met andere woorden, als zending en evangelisatie, waar we nu al 2000 jaar mee bezig zijn een bepaalde mate heeft bereikt die alleen God weet dan zal hij zich ontfermen over zijn volk en zal gans Israël zalig worden. Met andere woorden, wat zit nou de wat is de rode draad? Het kleine deel wat Jezus wel aanvaardt heeft het gekregen door de verkiezing, door de genade, niet door zij zulke geweldige goede gelovigen waren, maar door de genade en het verharde deel zal het ontvangen door genade, door Gods ontferming. Met andere woorden, het heeft niks te maken met ben jij nou zo'n goede gelovige, ben jij nou zo'n goede die presteert. Nee, het is in beide gevallen genade. En het is voor ons. Dus is mijn conclusie eigenlijk dat wij een heleboel redenen kunnen bedenken waarom het voor Joden moeilijk was en is om in Jezus te geloven. Maar dat wij mogen weten, zij zijn in Gods hand geborgen. Zij zijn in Zijn ontferming ontsloten. Hij zal ze de geest geven op Zijn tijd en Zijn moment. Maar zij zijn in Zijn ontferming besloten. En Hij zal zich over hen ontfermen, zoals Hij zich ook over ons ontfermd heeft. Want Jezus is al gestorven toen wij nog zondaren waren. En mochten wij het op een gegeven moment aanvaarden en de belijdenis doen. In onze kerken en zal hij zich eveneens, zoals hij zich over ons heeft ontfermd, ook over hen ontfermen. Met andere woorden, lang voor kort maken, is het dus zo dat er waren dus theologische problemen om Jezus te aanvaarden in de vroege kerk. Door wat de kerk het heeft aangedaan, hebben we het ze helemaal onmogelijk gemaakt. Maar God zich zal zich over hen ontfermen. Dat is eigenlijk de conclusie. En hoe het dan precies in elkaar zit, vraag mij niet. En dan vragen mensen: ja, maar gaan dan alle Joden naar de hemel of naar de hel? En zeggen: jongens, die vraag moet je zo niet stellen, want dan kan je je ook niet vragen over onze kinderen, die misschien in de kerk gedoopt zijn of het begin met de kerk terug te keren. Dan gaan wij ook niet antwoord geven op de vraag: is iemand nou verloren of niet? Dat is allemaal Gods zaak, dat is aan hem. Voor ons is het van belang dat wij dus beseffen dat Jodenzending niet zo simpel is als wij denken. En dat als wij van Christus willen getuigen, het belangrijker is om liefde en solidariteit te tonen met Joden dan ze met Jezus te bestoken. Maar als je ze solidariteit en liefde betoont vanuit je geloof in Jezus en ze ten volle erkent als deel uitmakend van Gods verkoren volk, dan wek je vertrouwen, dan voelt de Jood zich veilig bij je. En is er altijd, en hoef je helemaal niet Jezus te verdoezelen. Dan zeggen mensen zoals ja, jullie doen een jodenzending, jullie onthouden ze Jezus. Nee, wij onthouden ze helemaal niet Jezus, want we zeggen eerlijk dat we vanuit ons geloof in Jezus het Joodse volk willen dienen. Maar dat we ze niet bestoken met middeleeuwse jodenzending. Nou, dat was mijn verhaal. Nog heel veel meer te vertellen. Even in de kort to the point, een uur precies binnen een uur. Ja, netjes. Israël nieuws via WhatsApp. Meld je nu aan via cvi.nl WhatsApp.